De regering heeft gisteren in de Nationale Assemblée meegedeeld dat ze formeel niet op de hoogte is van het aanbieden van excuses over het slavernijverleden door Nederland. Via de media is vernomen dat Nederland van plan is om op 19 december 2022 zijn verontschuldigingen aan te bieden. NDP-parlementariër Suwartu Mustaja vroeg de regering duidelijkheid hierover. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie haalde aan dat de Nederlandse minister van Rechtsbescherming, Frank Weerwind, van 15 tot en met 20 december een werkbezoek brengt aan Suriname. Over het bezoek is er al een programma in elkaar gezet. Echter is daarbij niets opgenomen over het aanbieden van excuses. Ruben Permeser was niet tevreden met de opmerking van de minister. Er is niet gesproken, er is niet gemeld over 19 december. De datum die is in de pers aan ons bekend is geworden dat er excuses zullen worden aangeboden. Dat heeft deze minister in de pers vernomen en ik neem aan ook de regering. Maar bij ons ontgaat niet het volgende, voorzitter. Dat publiekelijk bekend is gemaakt dat minister Weerwind hier komt om zich te verontschuldigen en noem maar op. En daar vraag ik het standpunt van onze regering. Ja? Wat is het standpunt van onze regering? Is dat geaccepteerd? Hoe gaat de regering ermee om? U weet hoe gevoelig deze zaak is, hoe omslachtig, hoe omzichtig wij met deze zaak moeten omgaan. Zijn de betrokkenen in Suriname, de mensen die daaraan trekken, zijn ze geconsulteerd? Dit is een zaak die de regering regadeert en wij willen de visie van de regering wat goed. Dat betreft, voorzitter. Ja, dank u wel, ik hoop dat ik duidelijk overkom, ja. En dat willen we gewoon weten, voorzitter. Melvin Bouva en Patricia Etnel vroegen ook naar het standpunt van de regering. Bouva stelde dat de wijze waarop het nieuws is aangekondigd niet acceptabel is. En Etnel is tegen de excuses op 19 december. Minister Silvano Tjonahing benadrukte nog eens dat de Surinaamse regering formeel niet op de hoogte is gesteld over het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden. Maar van hieruit wil ik als nazaat van de tot slaafgemaakte het wel duidelijk stellen dat ik en nog vele andere nazaten tegen het feit zijn dat 19 december, als dat op agenda staat van Nederland, hier excuses worden aangeboden. Wij nazaten van tot slaafgemaakte zullen dat niet accepteren. En u als nazaat moet dat ook niet accepteren, minister. Dus ik hoop dat u dat meeneemt. Voor wat betreft de kwestie van het aanbieden van excuses, kan ik herhalen wat de collega van justitie heeft gezegd. Formeel is de regering niet geïnformeerd hierover. Alles wat wij weten hebben wij uit de pers vernomen. Maar u, ook wat dit punt betreft, kan ik u garanderen dat de regering niet voorbij gaat aan de signalen. En dat er een regeringsstandpunt zal worden ingenomen, niet zelfstandig, niet alleen, niet geïsoleerd, maar dat ook uw college zal betrokken worden bij het formuleren van het standpunt en natuurlijk zo breed mogelijk de gemeenschap. Tjonahing deed een verzoek aan het parlement om bij een volgende vergadering breedvoerig in te gaan op het standpunt van de regering.